Hoi, ik ben Jordi en van Minecraft 17 en Skier is anders dan Minecraft of Roblox of zo. Maar Yu-Gi-Oh! Samen met Roberto. Dat ben ik van Minecraft 17. En ja, je kent het denk ik wel van onze filmpjes van How to Teach Your Friend Minecraft. Inderdaad. En ja, laten we spelen, denk ik. Nou, we spelen nu dus Yu-Gi-Oh! Pro. Dat is ook de enige gratis versie waarbij je gewoon kan spelen zonder problemen. Aanraden voor de mensen die het willen. Ja, en ja... Het is echt simpel, je hoeft hem alleen te downloaden en gewoon op je bureaublad te plaatsen, de map, en gewoon die link gebruiken, dat was het. Ik zet hem denk ik wel als download, of wat? Kunnen doen. Kan ik hem gewoon zelf als download op de site zetten, of niet? No, you just cut my hand! Indeed I did! Ja, dat zou kunnen, je kunt het download op de server zetten als je dan wil, de link. Is goed. Ik zet de link erin. Ik zet hem misschien zelf op download. Je weet nooit. Kijk wel. En mensen die de Yu-Gi-Oh! Leuk vinden, kunnen downloaden. En PS. En zeg ons je naam. Zodat je ook een keer tegen ons kan. Dan kun je tegen mijn real life deck. Ik bedoel, het deck waar ik hiermee speel op het spel is precies hetzelfde als het deck wat ik hier in mijn. En de mijne zou ongeveer er zo uitzien. Alleen mijn kaarten zijn gejat een keer. Dus... Niet meer helaas. Maar ik heb elke kaart die in mijn deck zit, heb ik ook in real life, dus ja. Is pretty funny. Ja, dat is wel leuk, ja. En zijn deck is zwaar irritant, by the way. Alleen jammer dat het begin, ja, je moet in het begin wachten tot de kaarten komen, maar daarna gaat het nog even altijd sneller. Ja, bij mij wel, en bij Jordi, maar bij die vage Nicky niet hoor. Nee, bij Nicky ging het best wel lang gaan. Hij moet zijn internet verbeteren, is waar. En Jordi, stuur die link toch. Oh ja, die link. Ja, ik stuur hem daar wel. No, ik ben aan het filmen, dus ik ga over een paar minuten, een half uur weg, toch? Of? Hè? Je moet er over een half uur weer voetsie, of niet? Ja. Stuur die link zo door. Ik bedoel, ik ben aan het filmen. Dat is niet zo erg gepast. Ik denk dat dat is. Oké. Je weet wel waarom. Ja, eigenlijk wel, ja. Oh, Dual Starts! Ah, oké. Dit keer heb ik misschien wel wat betere kaarten. Laten we eens even proberen, oké. Okay. These are pretty good cards, I have here. Maybe. Zo, dit maakt het zo dat ik dadelijk rustig mijn kaarten kan opgooien. Oh ja, ik mag niet meer lachen, vinden ze niet leuk. Ik lach nu net de hele tijd keihard. Yeah. Ik heb een hele leuke kaart in mijn hand die jij niet zo leuk vindt. Wat is te gek. Zo. Nou, ik ga jullie laten zien hoe je kunt proberen om Jordi's deck te verslaan. Dat is redelijk moeilijk. Ik raad je aan om sowieso een Ritual Sealer erin te gooien. Anders gooit hij zo'n Relinquisher op en die is bijna niet te vernietigen bij nog geen één kaart. Behalve natuurlijk die en volgens mij ook Mirror Force. Maar dat weet ik niet zeker. Dat is alleen maar als je monster aanvalt, maar Relinquisher valt niet aan. Ja, maar als iets anders aanvalt, dan gebeurt het wel. Oké. Maar... Dat is gewoon dom, want als je Relinquish hebt, ga ik niks anders aanvallen natuurlijk. Maar hoe wil je ooit winnen? Gewoon de power van Relinquish gebruiken en elke levenspunten weer afmaken. Oeh, discard. Ik heb twee keer aan het echt deze kaart. En deze heb ik ook een paar keer. En die. Zes keer. Die heb ik maar twee keer. Die is best wel jammer. En Roberto houdt er niet echt van deze kaart. Welke kaart? Oh, die vuurkaartjes. Waarom wilde je er in de fik zetten, Jordi? Just burn! Die Romaanse klojo. Just burn! Oh, wacht. Nee. Wat? Ik moet deze activeren. Per ongeluk. Maar ja, boeien, dan vernietig ik jouw zwartschrivering lijkt wel. Nee, dat meen je niet. Waarvoor doe je dat? Ja, ik weet per ongeluk. Fijn, Jordi. Heel hardig. Gaat mijn kaartje. En nou, oh, Jon heeft wel weinig attack points, weet je. Het
Het was ook niet de bedoeling dat hij in aanvalspunten stond. Daarom was dat soort van like druk opgegooid. You're gonna lose again. Nou, let's see which card should I use. And let him stay like one turn, will ya? Nope. Yes. Damn you with your stupid mystical space typhoon. I'm gonna destroy it. Dan gaan we weer wat levenspunten van jou. Ik vind het spel zo leuk, hè? Gewoon weg te komen. Ik weet zeker dat ik twee keer zoveel vaak heb gewonnen als jij. Weer wat levenspuntjes weg. En it's your turn. Ik heb echt sommige kaarten, jongen, dat is niet normaal. Hopelijk mijn Egyptische goldkaarten dat ik afpak. Waiting. Dude, het is moeilijk om zo'n kaart makkelijk staat te selecteren, nee. En dan zullen we eens oproepen. Ja, ik weet al wat we zullen op. Die kijk ik ben altijd. Ik weet niet, ik kan jou niet aanvallen, want dan ben ik mijn kaartje kwijt. En ik wil mijn kaartjes niet kwijt. I'm gonna be quiet, I'm gonna destroy it. And this card is one of the cards that can be it. Roberto, ik weet niet of je deze kaart kent, maar waarschijnlijk is die leuk. Waar gaat? De mans. Sowieso backfire. Het kost me wel elke 500 levenspunten als ik een monster van jou wil doen. Ja, hè? Ja, maar ik heb alleen nog geen vuurmonster in mijn veld, helaas. Zijn mee. En dan heb ik ervoor zorgen dat, dat ik die niet vernietig met mijn monsters, geloof ik. You got some special tricks. Heb ik niks aan op moment deze kaart, maar goed. Wat ligt er aan het dingen? Oh ja. Nou, opzet. Dan is het jouw beurt. Sowieso. It's your turn. Mwahahaha, lol XD. Jammer dat hij wel een beetje laggy is. Als hij helemaal goed was, dan was hij echt cool. Oeh. Hij lag niet echt. Mij lag die niet. Ja, ik doe gewoon af en toe, ik ben dingen aan het opzoeken, weet je nog. Dus ja, dat kan af en toe zijn dat ik niks doe, omdat ik er niks aan doen ben. Die achterkanten zijn best wel nice. Van wat? Van die kaarten? Ja, ja, het staat op Kaiba deck. Everybody has a Kaiba deck. Oh ja, sorry van ons filmpje. Dit filmpje is niet ons filmpje nog niet. En ons 100ste filmpje wordt binnenkort geüpload, maar we hebben wat problemen, dus ja. Dit is nog wel langer. Misschien is blog tutorials nog een keer vertraging, dan weten we niet. Dan moeten we maar even kijken. Ja, hè? Dan moet je maar even snel zeggen. In ieder geval. Oeh! This is a pretty nice card. I'm trying to find nice cards too, but the problem is I can't find it. Ik heb hem gevonden, maar ik kan hem. Moeten ze eigenlijk allemaal echt sterk zijn voor op school of is dat niet nodig? Ja, dat is niet echt nodig. Ligt eraan of je wilt binnen of niet. Hallo, we hebben dezelfde kaarten vriend, tenminste al dan. Oh, ik hou mijn deck. Jij draait die ook voor jou uit. Oh, ik hou dus mijn deck. Ik voeg alleen de kaart toe. Oh ja, dat doe ik ook, mate. Ik hou gewoon sowieso mijn deck dat ik al had. Ja, dus dan ga je nog steeds verliezen. Maybe, jouw deck maybe is not. En ik win ook wel eens van jou, hoor. Ik heb vaker gewonnen van jou dan jij van mij. Ja, dat klopt. Misschien moet ik ook een keer filmen, real life. Laten we eens even gewoon zoeken naar de andere dingen. Even geschiedenis, tot sneller bij dat ding. Ben ik trouwens aan de Ja. Wacht trouwens even. Ja, jij kan gewoon even door.
Zo. Ben ik al? Nee. Wat zit er onder hoed nummer 1, Jordi? Welke hoed? Die hoed die nu open gaat. Ik zie niet eens een hoed. Kijk, onder hoed nummer 1. Gooi mij aan. Onder hoed nummer 2. Gooi mij aan. Ja, ik wil weten of er onder die hoed zit. Dit is pretty stupid of you. Nou, dan zullen we zouden zien wat er onder de... Damn you! You freaking Colombian idiot! Say goodbye to you, Skyzer's E-Horse. You will not see the card beneath you. You will not see the card anytime soon. Ik hoop dat gewoon... Two freaking Egyptian god cards, and I can't use them! Lucky. Pretty, pretty lucky. One more turn. Bemenuwd. Bemmerd. Eerst nog sorry voor de, we hebben nog een paar filmpjes waar geen titels bij staan. Alleen er komt ook nog een paar technische probleempjes. En die worden zo snel mogelijk opgelost. En dat vond ik wel aardig van hem, maar... Nou, laten we nog maar een keer kijken wat er onder hoed nummer 2 verstopt is. Just do it. Just attack it. And you will die. Yeah. No, I won't believe you. You always say something like that. Maybe I'm speaking the truth. I don't trust you for speaking the truth. I mean, even the Russian president says the truth more than you. No, it's not fair. Yes, it is. No. Ik weet... Mensen kunnen iedereen zien dat het gewoon gelijk is, maar oké. Let's see, next card. You triggered my trap! At least... You don't have any trap. There's not really going to happen anything like that. Because I can't really use your card against you if it's like... The same attack and defense points. Well, next turn then. Nee, dan vernietig ik jouw monster. Laat mijn arme kinks naar. Nee, want dan kun je de rest van je king shit niet oproepen. Ik heb die niet eens in mijn hand, man. Weet ik, maar dan kan je dat niet meer oproepen. Not fair, nee, fair. Je bent gewoon niet slim. Jongen, ik heb het niet anders. Wat wil ik anders op het veld roepen? Je valt andere monsters niet eens aan, man. Weet ik. Laat ik maar eens even keer wat actie in het spel brengen. I don't think you're gonna like this. What's he gonna do? What's he gonna do? Oh, he sacrificed. He's probably gonna summon a blue eyes white dragon. You're gonna lose some blue life. Blue eyes white dragon. And then he kills my king's knight, probably. Because that's the guy he is. I'm gonna destroy every monster. And there goes that poor whore, King's Knight. Poor King's Knight. Poor King's Knight. Die. Poor King's Knight. Good night, King's Knight. And there goes King's Knight. And some life points. Play. Yeah, some of my life points, but I don't really care about life points. Als je er niks om geeft... Als je er helemaal niks om geeft, dan waarom surrender je dan hier gewoon? Ja, maar dan verlies ik. Ik bedoel, een paar life points geef ik niet zoveel om. Om al mijn life points geef ik wel. Elk monster nou wordt vernietigd of gesacrificed of whatever, wordt naar de remover play, hè? Ik weet niet of je dat wist, maar... Dus je kunt wel misschien monsters naar je graveyard werken ofzo als je dat wil, maar dat kan niet.
Ik wil ze niet meer krijgen raken. En natuurlijk gaan we gaan ook een keer verder met 2 tegen 2. Ja, natuurlijk, maar dan hebben we eerst 2 spelers. Wij 2 tegen Nicky en Timo. Wie de hek is Timo? Oh, die Boomba! Oeh, ik denk dat je dit nog leuker gaat vinden. Nou, dat was niet wat ik zocht. Dit vind je vast leuk. Kinda like it. Ah, that's better, that's better. It's way better. Now let's take a look at the cards. Roberto, vind je dit leuk? What did you do? Oh, he is stronger. Nice, but not nice. Well, your turn. I know, I'm gonna destroy your monster. Oh yeah? I'm not trusting you at all. You wanna destroy my monster? Not nice, not nice! Ik geloof je niet. Ik weet zeker dat je een trap hebt ofzo. Nee, trouwens, je hebt die traps niet eens. Oh, destroy him if you can, but the truth is... You really can't destroy him. Why not? Because you'll stay nicely on the field for me. Because your monster is way too dominating to destroy that poor card. You know why? It's called Obnoxious Celtic God. Why did you do that? Why? Wat moet ik dan doen om hem te vernietigen? Kijken. Oh. Want dat soort kaarten heb ik volgens mij niet eens. Just no. Why? Why? Ik ben en dat betekent het einde van part 1 van Yu-Gi-Oh! Let's Play. Want ja. Internet viel weg. En ik kan er voor de rest niks aan doen. Dus laters.